Hoe moet ik nou dit seizoen van FC Os omschrijven? Is dat het woord wisselvallig? Ik denk dat dat wel het beste woord is. Ja. Als je ziet hoe we beginnen van de competitie, ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Dan op een gegeven moment hebben we een goede serie en dan gaat het de goede kant op. De laatste tijd is weer, wat je zegt, wisselvallig. Dat is ook het beste typeren, denk ik. Dan komt die rotvraag waar je waarschijnlijk geen antwoord op weet. Hoe komt dat toch? Ja, wat je zegt, dat weet ik echt niet. Er zijn zoveel factoren. Kijk, iedereen doet er alles aan, denk ik. En de speelstijl blijft hetzelfde. En de ene week komt het er beter uit dan de andere week. En soms als je een goaltje extra maakt, wordt het misschien ook weer wat makkelijker. Dat zie je in die serie die we wel goed draaiden. Bijvoorbeeld tegen Go Ahead thuis, ja, dan maak je ze wel. En dan kom je met 3-0 voor. Ja, dan voetbal je zo'n stuk makkelijker. En ja, de laatste weken hebben we daar ook iets meer moeite mee. En we krijgen het weer wat meer tegen. Dus ja, dat is het, denk ik. Dan zegt de trainer natuurlijk weer, ja, een nieuwe periode komt eraan. We beginnen weer op nul, alle clubs. Het geloven nog dat er iets moois kan ontstaan in de laatste weken van het seizoen? Of moet er dan wel heel veel geluk bij komen kijken? Nee, want ik denk dat we heel het jaar al geloof hebben in onszelf. En moeten we kijken naar een nieuwe periode. Ik denk dat je elke wedstrijd moet geloven in een goed resultaat. En wat je zegt, er komt een nieuwe periode aan. Maar ik denk niet dat we zo bepaald moeten kijken naar dit is een nieuwe periode, dus dit is een nieuwe kans. We moeten gewoon doorgaan met wat we altijd doen. Vasthouden aan onze speelstijl. En hopen dat het kwartje weer de goede kant op valt. Dus het puur hopen? Ja, dat niet bepaald. Want je ziet wel dat de lijn in ons spel zit. En de ene keer komt het er wat beter uit dan de andere keer, wat ik zeg. Maar ja, we moeten gewoon vasthouden aan wat we doen. En van daaruit gewoon weer goed resultaat gaan halen. Al die clubs om jullie heen willen maar één ding, dat is die play-offs halen. Nou, vorig jaar is het natuurlijk gelukt. Als je de selectie al toen met nu vergelijkt, is dan dit een mindere selectie of is dat te makkelijk om te zeggen? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik ook te makkelijk om te zeggen. En vorig jaar was het natuurlijk een heel ander jaar. Nu was de druk denk ik ook iets hoger, omdat je hebt een goed jaar gedraaid. Maar ik denk niet dat we terug moeten kijken naar vorig jaar. We moeten gewoon leven in het nu en kijken hoe het nu is. En we moeten alleen maar vooruit kijken. We hebben nog een paar wedstrijden te gaan en dan moeten we gewoon goed resultaten halen. Eén ding is zeker, de komende jaren ben je nog hier. Je hebt je contract al verlengd voor 2 jaar. Gevoel bij Os is goed. Vul ik dan even voor jou in. Ja, ik heb gewoon hier goed gevoel bij. Ik kreeg een aanbieding al vrij vroeg. Daar was ik gewoon heel blij mee. Ik had ook geen reden om niet te verlengen, zeg maar. Ja, je ziet het niet vaak meer in de eerste divisie dat spelers langere tijd bij één club blijven. Maar ben je dan toch een beetje de positieve uitzonderingen in? Ja, dat weet ik niet. Maar kijk, wat ik zeg, ik heb het gewoon goed naar mijn zin hier. En de speelstijl die ligt me heel goed. En van daaruit wil ik gewoon mezelf ontwikkelen. En dan zie ik wel wat schip strandt. Maar voor nu kan ik me hier goed ontwikkelen en heb ik het gewoon heel goed naar mijn zin. Ja, is een beetje de garantie van een basisplek, dat je een beetje alles speelt? Ja, garantie is er nooit. Dat moet je afdwingen, denk ik. Maar tot nu toe gaat dat gelukkig goed en dat wil ik vasthouden. Je hebt bijgetekend, dat ik met de trainer al even over gekletst. Ook zijn contract die loopt af aan het einde van het seizoen. Wat zou je hem adviseren? Ja, bijtekenen. Ja, heel simpel. Ik zou gewoon zeggen, teken maar bij. Want hoe ligt hij bij jullie in de groep? Ja, goed. Iedereen is positief over hem, denk ik. De speelstijl is gewoon heel herkenbaar voor ons en iedereen vindt zich daarin. En dat is gewoon positief. Afsluitend over komende vrijdag dan thuis tegen Jong Ajax. Dan lijkt me een ploeg waar je nooit echt van weet wie er gaat spelen. Is dat lastig om dan daar je op in te stellen? Nee, vind ik niet. Want ik denk dat we heel het jaar al van onze eigen kracht uitgaan. En dan moet ook tegen Jong Ajax. We hebben daaruit ook 80 minuten goed gespeeld, denk ik. En dan krijg je nog 2 goals tegen, wordt het gelijk. Maar daar hadden we ook gewoon moeten winnen. Dus we kunnen vrijdag het eerste streepje zetten in deze periode. De eerste 3 punten zijn dan winnen en dan komt er een mooie reeks aan. Ja, daar gaan we wel voor. Daar gaan we wel voor.